Hallo allemaal, vandaag hebben we een nieuwe video van... Hallo allemaal, vandaag bij een nieuw Playscape Journaal. Hallo allemaal, vandaag bij een nieuw Playscape Journaal. Hallo allemaal. Wat zei je? Laat de reactie! Wat doe je? Hallo allemaal bij Preskave Journaal 6. We hebben twee onderwerpen. Onderwerp 1. Arnhem, de verbouwing van winkelcentrum Preskave. De verbouwing van winkelcentrum Preskave is nog niet eens klaar. Of twee winkels hebben hun deuren inmiddels alweer gesloten. Eerst Intertoys en nu ook Kaaswinkel. Okay. De Deluxe Tassas hoofd past een kaaswinkel niet in. Winkelcentrum Preskave. En wat zien de Arnhemmers graag terug op televisie? Stop even. Wat doe je? Ik moet terug. Dit is niet. Wat doe je? En dat gaat goed. Geef het die. Ja, hij doet het. Hallo allemaal, ik ben Abdelhamid van Preskave Journaal. Dit is Ilias. En dit is Youssef. Oké, vandaag gaat de cameraman ons vraag stellen over de bloopers. Dat klopt. Nou, goedemiddag allemaal. Mijn vragen gaan vandaag over jullie inzet van de afgelopen weken. Hoe goed jullie je best hebben gedaan, maar er zijn ook een aantal dingen wat verkeerd gingen. Wat onder andere zo straks op de blooper zal komen. Hoe vonden jullie dat komende week gaan? De eerste vraag is aan Hamid. Ik vond het wel goed. Minder bloopers dan de eerste video. En ja. Yes? Niet aan. Ik vond het wel druk gaan, maar het ging wel goed. Ik vond het heel leuk. Oké, de volgende vraag. De volgende vraag is... Wat vonden jullie van jullie allemaal jullie eigen taak? Iedereen had zijn eigen taak en wat vond je daarvan? Wel een beetje krapig. Ik vond het wel moeilijk, want er zaten wel een paar moeilijke woorden in. En ja, en zei de hele tijd tegen mij, jij doet meer dan mij, dus... Dan ik. Ja. Dan ik. Niet aanraken. Oké. Ik vond het wel goed, maar... Doe ik er al iets aan. Echt goed, net zo. Ik was een interviewer, kapot leuk. Echt grappig. Ik was weer maar was wel kapot goeie, maar ik vond het wel oneerlijk. Deze man praat 5 minuten over bullshit. Wij praten serieus 1 minuut. Oké. Ik wil één ding zeggen. Het maken meer bloopers dan mij. Ik heb maar 1 blooper gemaakt. Dan ik. Ja. Hij heeft 9 bloopers. Hij heeft iets met 5. Ik heb maar eentje. Volgende vraag. Wat vonden jullie van de werkzaamheden van mij? Achter de schermen dan. Ik vond wel dat je goed kan filmen. Niet zoals Ilias. Maar ja, je kan wel heel goed. De eerste video ging wel een beetje slecht. Maar van proberen kun je leren. Ja. Wat Hamid zei, hij zei je kan wel goed filmen. Soms ging je wel wiebelen. Maar ja, het ging wel af en toe goed. Jij echt een goede cameraman. Oh, jij bent echt goeie.
En je kan wel goed editen. Niet zoals deze twee chappies. Deze man doet alles serieus, maar maakt niet. Oké, volgende vraag. Oké, dat is de laatste vraag dan. Wat vinden jullie van elkaar? Jullie mogen allemaal, jullie mogen allemaal op elkaar één feedback geven. Wat ze goed hebben gedaan. Dus niet slecht, maar goed. Iedereen wat goed heeft gedaan, ja? Compliment geven aan elkaar. Ik vond dat Ilias wel een beetje snel ging praten. Moeilijk door... Hè? Oh, oké. Ilias was wel goed. Hij legde alles duidelijk uit. Hij zei ook wanneer wij twee aan de beurt kwamen met het weer en het interview. En ja, ja. En voor Youssef vind ik ook dat hij goed kon interviewen. Eén keer heb ik het gedaan en hij één keer het weer. Maar ja, vond ik wel goed. Ik zeg jou, je hebt echt slecht. Nee, grap. Jullie zijn allebei goed zo. Topie top. Jij kan heel goed weer vertellen. Jij kan heel goed jouw verhaal, jouw journalist ding doen. Oké, Mohim. Gilaar. Next. Wat ik van hem goed vind. Soms bij het werk deed hij niet serieus, maar leuk. Vandaag. En we gaan zo meteen gaan we de bloopers in één video met dit erbij gaan we het doen. Oké, dit was het voor vandaag. Loesoe! Kapjes Kaafjournaal.